Hey mensen, dit is Relax80 en vlog nummer 41. Ik sta alweer in de schuur. Ik ga zo meteen richting Alkmaar. Ik liep natuurlijk post in Noordschewoude. En ik heb nu een postwijk in Alkmaar. Omdat die beter aansluit op de wijk die ik smiddags heb in Sint-Pancras natuurlijk. Het is op het moment erg koud buiten. Het kan hier en daar glad zijn. Maar ja, ik rij al 30 jaar op brommers in de ronde. Dus geen probleem voor mij. Gaan we doen. Een beetje opletten en we komen er wel. En we zijn er. En zonder kleerscheur aangekomen. Kijk, dat is hoe het hoort, hè. Het is hier en daar een beetje glad. Maar het is me alles meegevallen. Nou, ik ga eerst maar even een bakje doen, want ik heb nog alle tijd van de wereld. Ik ga altijd lekker vroeg van huis, omdat er dan nog weinig fietsverkeer op de fietspaden zit. Dat is wel lekker. Dus ik wist een beetje doorrijden. Ja, veel zullen wel weten wat ik bedoel, denk ik. En inmiddels ben ik alweer klaar voor vertrek. De fiets staat net buiten. En ik ga zo richting het depot. Tegenwoordig bij de Bierkade. Dat is aan de rand van het centrum van Alkmaar. En de politie komt ook net aan. Ja, die zit hier vlak naast in de brandweerkazerne. Ja. Daar zit ook een deel van de politie. Het is een grauwe, grijze dag. Maar de temperatuur valt tot nog toe gelukkig mee. Dus heel koud wordt het gelukkig niet. Nee, we gaan het nog zien. Er komen nog wel wat buikjes om. Ik heb mijn regenpak in ieder geval mee. Dus we gaan het gewoon zien wat er gaat worden vandaag. Ja, je maakt alles mee als postbode. En aangekomen aan de Bierkade. Met natuurlijk het kanaal. Ik zag net het pontje langs varen. Nou, ik zal hier zelf al wat een keren gevaren hebben. Dan wel vooral in de zomer, maar zo af en toe ook wel eens in de winter. Wel lekker rustig op het water. Vooral hier aan de steiger. Dan heb je alle plekken om aan te leggen. Ik zeg, ideaal. Maar ja, goed, ik heb geen boot meer. Tegenwoordig natuurlijk heel andere dingen. Onder andere dit. En natuurlijk de post. En in de vakantie heb ik ook andere bestemmingen. Vandaag wordt het de post met een grauw dagje. Hier aan de overkant, daar woont nog een oude buurvrouw van mij van heel vroeger. Van de jaren 70 een beetje. Ze woonde hier bij mij in de straat in de berg erop. Ja. Maar die heeft hier wel een mooie plek uitgezocht. Ik ga even wachten op de post. En dan ga ik zo meteen richting over die kooi meer. En dat is die richting uit. En dit is hem, mijn nieuwe ochtendwijk in Alkmaar. Ik begin hier achter de flats aan de Koemelaan. Het is een voor mij trouwens bekende plek. Ik heb er nooit gewoond hoor, maar ja, ik ken heel Alkmaar. Deze flats die zijn mij onder andere nog bekend uit de jaren 90. Ja, hier op een van die flats zond toen de radiopiraten Rabbit FM uit. Ja, die heb het nog een behoorlijk tijdje uitgehouden, meerdere keren gepakt, maar hij kwam elke keer weer terug. En er stond een zender hier op het dak van een van die flats. Ik weet overigens niet precies welke, maar het was wel deze straat in ieder geval. Ik ga weer verder en ik ga hier aan de achterkant verder bij de Koemelaan. En dan heb ik nog een aantal zijstraten. Ja, en daarna natuurlijk naar mijn middagwijk in Sint-Pancras. En toen stond ik aan de Koemelaan bij Koel 310. En trok ik even een bui op mijn hartjes. Ja. Nou, dan maar even schuilen onder dit enorme grote afdak. Ja, maar goed, het is net groot genoeg om even te schuilen voor de bui. Ja. Ik ben hier ook nog wel eens binnen geweest vroeger. Jaren terug zat hier de zender, Live FM. Ja, weer een zender. Maar dat was een legale zender. Die andere zender waar ik het net over had, Rabbit FM, dat was een illegale zender. Ja, Live FM was dus legaal. Die zat hier boven. Ja, toen kon ik daar nog wel eens een bakje halen. Maar ja, die zit er niet meer. Dus dat bakje dat blijft nu uit. Nou, ik kan nu alleen even schuilen voor de regen. Het is wel een drukte hier met de auto's. Hey, er staat nog een hele mooie Ford K. Ja, doen we een beetje denken aan Master Milo. Ja, die reed ermee door een bos over een crossbaan met zo'n Ford K. Daar was hij niet zo heel erg voor geschikt. Maar ja, goed. Ja, je kan niet alles hebben natuurlijk. Hier aan de overkant natuurlijk de volkstuintjes. Nou, zo het buiten een beetje over is, ga ik weer even verder. Ik heb het grootste deel hier alweer gehad.
En dan moet ik zo nog even wat pakketjes terugbrengen naar de retailer. En dan ga ik weer richting het bedrijf, ga ik even een broodje eten en dan zie ik Pankras. Ja, het wordt alweer even beter, zie ik. Ja, nou, dan kan ik ook even een betere blik werpen. Jawel, daarboven zat hij. De studio van Live FM. Ah, hier zit nog een tekentje op het raam. Ja. Het rode microfoontje, die staat er nog. En toen heette het trouwens nog Live 072. Ja. Yes! Ah, zie je zo opgelopen. Oh, ik dacht al, wat gedaan over de auto. Daar is een veegwagen. Hoop lawaai hier trouwens. Ja. Ja, dan was die muziek in de studio toch even beter. Ik ga weer verder. Ik heb nog wat te bezorgen in de wijk hierachter. Maar dit was voor mij even een bekende locatie. Ja, ja. Ja, dat heb je. Als je zoveel jaar in Alkmaar hebt gewoond, dan nader. Dan passeer je natuurlijk diverse bekende locaties. Eigenlijk alles wel. En inmiddels ben ik weer klaar met mijn wijk in Alkmaar. Ik ben op de terugweg richting het bedrijf. En dan neem ik even een broodje. En dan ga ik daarna natuurlijk op naar mijn volgende wijk. Ik rij alweer richting Centrum Alkmaar. Ik moest onder andere ook nog even langs de retailer, want een aantal pakketjes konden niet bezorgd worden. Die heb ik daar afgeleverd. En dan nu eigenlijk alweer deels op de terugweg richting huis natuurlijk, want Sint Pancras ligt natuurlijk alweer richting Lange Dijk. En met het weer gaat het tot nog toe prima. Ja, op het ene kleine buitje na. Ja, ik vind het prima weer. Maar ja, goed, daar verschillende meningen natuurlijk over. Want er zijn ook heel veel mensen die dit natuurlijk gewoon rotweer noemen. Maar ik vind dit een prima dag. En ik ben alweer bij het bedrijf. De fiets staat weer binnen. Ik ga op de scooter naar Sint Pancras. En dan neem ik daar even een broodje in depot. Want dan ben ik hier niet meer naartoe gekomen. Ja, dat was omdat ik natuurlijk ook naar die retailer toe moest. En dat zei ik net al, het was een klein stukje omrijden. En het is nog steeds droog. Dat gaat het nog wel even blijven voor een paar uur, totdat ik klaar ben. Tenminste, dat is wel mijn verzoek. En inmiddels heb ik alweer gegeten. En ik ben alweer bijna op de helft van mijn wijk in Sint Pancras. Het gaat toch nog allemaal heel voorspoedig vandaag. Ze hadden slecht weer voorspeld, veel sneeuwbuien. Nou, het is bij het ene buitje gebleven. En het wordt verrekt nog helemaal mooi weer. Tenminste, wat ik mooi vind, hè, wat ik al eerder zei. Ja, want als postbode vind je het natuurlijk al heel prettig als het droog is. Ja, het hoeft niet per se warm weer te zijn. Sterker nog, ik vind die temperatuurtje prima. Jawel, het historische dak van het depot in Sint Pancras. Ik ben weer klaar. Ik ben even flink doorgegaan. En het zit erop voor vandaag. Ja. Ik vond het een mooie dag. Ja. Wel een beetje regen, maar verder gewoon prima. Ja. Het zou heel anders worden. Zo zie je maar. Het klopt lang niet altijd dat weer. Maar ja, we zitten als postbodes altijd, allemaal altijd langs de weg. We weten dat inmiddels wel. De deur staat weer open. En ik ga richting huis. Ja, het is mooi geweest. En morgen dan is mijn vrouwtje jarig. En overmorgen dan gaan we dat nogmaals een keertje vieren. Dus 2 dagen feest, zou ik zo zeggen. Maar nu ga ik er mooi weer vandoor. Dit was hem weer voor vandaag. De rekken zijn leeg. Het is weer mooi geweest. En ik sta weer in de schuur, waar ik vanochtend ook begon. Vandaag was het weer eens even een vlog tijdens de post. Omdat ik ook onder andere een nieuwe wijk in Alkmaar heb. En het zit er weer op. Ik ga zo weer even naar boven. En ik ga weer genieten van mijn vrije avond. Ja, en morgen natuurlijk van de verjaardag van mijn moppie. Dus ik zou zeggen, dit was hem. En tot de volgende.